Alsjeblieft. Vraag jou wat? Wat? Wat kan draaien? Nou zeg. Hoe zei je dat tegen mij? Jezus. Ik vraag je wat, want iedereen kijkt nu echt met mijn bozo gaan. Jawel. Nee, luister. Er wordt wat gezegd over Egbert. En ik wil dat er gewoon naar de wereld wordt geroepen. Dus ik vraag alleen aan Sabrina. Nee, luister ik. Ik vraag alleen aan Sabrina van, goh, hoe is het? Wat is er gebeurd? Van begin tot eind. Want ik voel me lullig tegen op Egbert dat ik boos aan de kamer liep. En niet om Egbert. Nee, joh. Want, nee, want mensen liepen daarheen omdat... Nee, mensen liepen heen omdat er wat in bul kwam te staan over Egbert. En dat vind ik niet terecht. Dus ik vraag alleen. Ik vraag... Nee, luister. Wat, loop me aan het lachen, ik ben heel serieus hoor. Dan lachen. Oh, ik vraag alleen, aan Egbert heb ik zijn verhaal verteld. Heb ik verhaal gehoord. Oh, Sammy is nu ook boos, want die moet alleen maar kotsen. Ik word gek van iedereen zijn gezicht. Egbert heeft verteld wat er is gebeurd. En ik wil alleen aan Sabrina vragen, goh, wat is er gebeurd? En dat is niet omdat ik me echt wil bemoeien. En dat is niet omdat ik zeg van, nee, lieve schat, luister. Luister, ik loop naar Sabrina toe. Ik zeg van Sabrina, maar die stond vrolijk te springen op de bed. Maar dan voel ik me kloten, want Egbert loopt wel te huilen op zijn bed. Ja? En Egbert loopt niet voor niks te huilen op zijn bed. En dan wil ik alleen maar dat Sabrina godverdomme rustig gaat zitten op de bed. En als ze haar... Tegen mij niet zo te praten. Oh, sorry, sorry. Maar dan hoop ik alleen, dan wil ik alleen dat ze haar kant van haar verhaal vertelt. En dan gaan ze zeggen tegen mij, houd je bek. Nou, lieve schat, luister goed. Op het moment dat Egbert loopt te huilen op zijn bed, dan wil ik... En zei, wat loop je nou te lachen? Ja, loop je nou te lachen? Je maakt van een mug. Nee, maak niet van een mug gewoon van, want Olifant. Egbert loopt te huilen op zijn fucking kankerbed. Ja? Dat komt ook normaal zijn. Nou, echt waar. Kijk, nee, serieus. Nee, maar je moet niet zo, niet zo meteen zo opgefokt reageren. Op het moment dat ik wat probeer te vertellen, moet je me godverdomme niet lopen uit te lachen hier. Echt waar, dan heb ik echt geschreid, denk ik maar. Nee. Dan ben je echt verkeerd aan mij. Hey Chan, het is echt waar, Rick, laat me zitten. Iemand hoeft niet te lachen. Nee, Rick, laat me zitten. Maar je hoeft ook niet zo agressief te doen. Op het moment dat ik wat tegen jou vertel, hoef je niet naar haar te lopen lachen. Hey Chan, laat me zitten. Je hoeft ook niet zo agressief te doen. Ja, laat me zitten. Ik doe niet agressief. Laat me maar. Laat me maar gewoon lekker gaan. Hey Chan, als iemand een keer lacht, hoef je niet te zeggen. Nee, laat me lekker verder. Ik ben uitgesproken. Ja, prima. Lekker simpel. Ja, ik ben heel simpel. Rick. Ik ben zo simpel als ik kan. Ze hebben niks aan de hand. Ik snap dat jij je zorgen maakt, Etienne, maar... Nee, ik maak er helemaal nergens zorgen over. Ik zeg alleen het verhaal, maar Sabrina komt je heen. Ik zeg alleen het verhaal over het feit dat ik naar Sabrina ga en probeer te vragen wat er is gebeurd. Omdat ik zie dat Egbert... Nee, wacht even. Jij weet ook hoe Sabrina is. Ja, maar luister... Dus we meteen eruit klap. Had je ook morgen vroeg aan kunnen vragen, Etienne? Nee, luister, schat. Het enige wat ik wil zeggen is van, ik ga naar Egbert... Of luister, ik ging naar Egbert toe kijken waar Egbert was. Ik zie Egbert op het bed liggen, samen met Tijn bij zich, samen met Marlies bij zich. En ik vind het lullig dat Egbert daar ligt. Oké, dus ik dacht, ik ga even kijken waar Sabrina is. En niet om wat te vragen, want ik kwam ook niet meer Egbert om wat te vragen. Ik ging alleen even kijken hoe het met hem ging. Dus ik dacht, nou, ik ga even naar Sabrina toe kijken hoe het met haar gaat. Ik weet niet hoe zij dit opvatten. Sorry trouwens. Maar in ieder geval, dan kom ik bij Sabrina en dan zie ik haar zo... Op de bed staan. Ja, maar nou, dan kun jij toch ook denken, het is nou goed, maar je gaat het dan weer oprakelen. Nee, lieve schat. Jawel, want je hebt aangevraagd wat er gebeurt. Lieve schat, op dat moment ben ik wel zo, op het moment dat het op dit moment gebeurt, dan ben ik wel zo, dan gaat niet de een zwaar gesprek aan met de ander, en de ander loopt dansen op bed. Dan ben ik wel zo, ik zeg van, even zitten, vertel maar, wat is er gebeurd? Het doet mij pijn, dat een Egbert tijdens een kamer, loopt huilen omdat hij een vader verhaalt. Ja, maar dat ligt toch ook aan jouzelf? Nee, dat ligt niet aan mezelf. Dat ligt aan het feit dat de ene loopt huilen en de ander loopt te dansen. Jij bent degene ligt dat toch niet aan mij? Die meteen opgefokt reageert als Sabrina daar ligt. Dat ligt niet aan mij. Nee, dat ligt niet aan mij. Het gaat mij erom dat ik alleen maar probeer te kijken wat er aan de hand is. En ik probeer nergens mee te bemoeien. Ik ga alleen, het irriteert mij wel dat de een tegen mij zegt, als je bek op bent, dat ik alleen vraag. Wat is er gebeurd? Ja, dat zegt Sabrina zelf. Ja. Laat ons even praten. Ik heb toch niet gezegd over wat anderen? Eetje, er stond op het scherm. Haal Egbert uit de kamer van Sabrina. Oké, jij en ik lopen erheen. Logisch wijze, ga je erheen. Puur omdat Sabrina wil slapen, omdat ze moe is, bla bla bla. Ja, maar dat we halen Egbert uit die kamer. Nou, dat geloof ik niet. Maar goed. We halen Egbert uit die kamer en het is toch goed? Nee, dat geloof jij niet. Dus dan zit jij fout en wij niet. Nee, er is niks aan de hand. Dan maak jij niks aan de hand hoor. Maar dan maak jij dus. Juist, ik zeg niet wat aan de hand is. Juist. Nee, maar je gelooft niet. Nee, ik zeg niet wat aan de hand is. Nee, maar jij zegt niet wat aan de hand is. En laat mij er niet achterkomen dat er wat gebeurt. Precies, jij zei.
Omdat Big Brother, dan zeg je heel duidelijk, laat mij er niet achter komen dat er wat gebeurt. Nee, maar laat maar zeggen. Maar ik geloof ook heel snel dat Egbert niks heeft gedaan. Nee, maar dat ik geloof Egbert op zijn goede vertrouwen, op zijn goede persoonlijkheid. Dat geloof ik heel goed. Maar laat mij dan fucking niet achterkomen. Dat op het moment dat ik bij Egbert sta. En dat ik bij Egbert zo naar de kloten ga. En dat ik bij zijn vrienden sta. En dat die godverdomme op de bek zit te dansen. En dat ik alleen maar aan de vraag van. Luister vriend, wat is gebeurd? En niet om zijn vrienden verhaal te horen of zijn Egbert verhaal te horen. Maar het doet mij wel pijn dat Egbert daar zo kloten zit. En dat zijn vrienden gewoon zo op de bek zit. Dan vraag ik dat. Er is echt niks aan de hand. Er is helemaal niks aan de hand. Houd je weg. Nou, echt waar. Dat ben je mij echt verkeerd. Het enige, luister even, het enige wat er is gebeurd, is ik heb Sabrina naar bed gebracht. En Egbert was dronken. Ja. En Egbert heeft de vorige keer gezegd, ik heb het gevoel dat ik te ver gegaan ben in verband met mijn werk. En daarom heeft mijn broeder, denk ik, gezegd, Egbert, ga lekker naar bed. Want je hebt de verantwoordelijke baan. Jij bent een voorbeeld van mensen die een herintreding krijgen in de maatschappij. En daarom is er gezegd, Egbert... Haal uit ze beginnen ze kan. En er is gebeurd en er is verder niks gebeurd. Nee, en ik was erbij. Precies, het enige wat ik gedaan heb, is de emmer van Sammy verschoond. Want die ligt daar te kotsen als een dolle. En nou, het is vervelend is dat Egbert zijn eigenaar schuldig voelt op iets waar dat niet is gebeurd. Precies. Maar precies. Dan heeft ik broder recht gezet, dus laat ze allebei lekker slapen. Ja, wat naar een bolletje. En maak er eigenlijk niet te druk om. Nee. Want je kunt allemaal insinueren en hypothetisch denken. Vertel ik mag je verhaal afmaken. Maar er is niks gebeurd. Nee, is goed. Het enige wat ik tegen Tuin wil zeggen is van... Dat begrijpen. En nogmaals, ik geloof ook niet dat Egbert dat heeft gedaan. Nee, nou. Want ik kwam er binnen en hij lag daar gewoon heel rustig tegen aan te praten. Nou. Ja, het enige wat mij, dan irriteert... Wat? Jouw eigen angst. Nee, jij bent zelf bang dat er iets met Sabrina gebeurt. Nou, niet om met Sabrina. Daarom ben jij bang. En daarom vind jij het nou kut dat Egbert ligt te janken en Sabrina ligt te dansen. Ja. Maar het is nou klaar en dan kun je het er gewoon laten. Nou, oké, het is nu klaar. Nee, dat is het zo. Dat is het oké. Egbert, dat zegt niemand. Er is helemaal niks mis mee. Dat zegt niemand. Maar jij bent Egbert Schouten. Je bent groepsleider. Je moet andere jongeren terugzetten in de maatschappij met andere normen en waarden die ze hebben. Je hebt een voorbeeldfunctie. Ik word zo helemaal schuitziek van wat andere mensen over mij denken. Egbert. Ik ben ik. Je hebt een voorbeeldfunctie. Dat is jouw baan. Daar heb je voor gekozen. Dat is iets waar jou voldoening geeft. En die voorbeeldfunctie moet jij niet verloochenen. Nee, en dit is gewoon uitproberen. Okay. En daar moeten we gewoon boven staan, hè? Kom hier. Kom op. Ik ben zo veilig, lieverd. Ja, bijvoorbeeld. Lieverd, ik ben zo veilig. Echt, serieus. Ik geloof je. Verman jezelf, oké? Okay? Ik ben zo veilig. Echt, serieus. Echt. En ik wil niet dat iemand daar aan twijfelt. Niemand twijfelt. Dat gebeurt dat vanavond wel. Ik wil dat niemand daar aan twijfelt. Luister nou eens, zakhooi. Je hebt de fucking voorbeeldfunctie. Voor andere mensen. Wij hebben niks gedaan. Maar maakt niet uit. Nee, Letten wordt wel geïnsinueerd. Maar niet slecht. Mag dat er niet voorbij zo mee? Is en dat is dat wij gaan maar kan. Dat is helemaal als je dat niet nee, zo doet. Nee, dat is niet. Maar iedereen weet wat er aan de hand is. We hebben niks gedaan. Nee, dat weet ik niet. En waar stond het later? Stond opgeschreven. Er is niks gebeurd. Nee, maar er is ook niks gebeurd. Echt geweest. We hebben niks gedaan. Ik wacht om wat dronken zijn, maar ik weet dat we niks hebben gedaan. Anders zou ik het wel herinneren hoor. Tijntje, mag je even vies? Maar geen kwaad. Tijntje, mag je even vies? Als ik zwanger ben. Als ik zwanger ben. Als we gaan. Jij komt een keer bij mij uit de kamer. We hebben gelijk een affaire. Sa. Hé paps. Oh, dat ga ik weer doen. Ja, doei. Ga maar. Doei. Ja. Serieus, hallo, helder. Mijn liefde voor mijn leven. Luister nou eventjes. Sa, kom. Ja, dat is duidelijk. Marcia is nou bij. Ik ben allemaal.